Het is belangrijk dat je goed in je vel zit op je werk. Je zit hier namelijk al lange tijd en een groot gedeelte van je leven. Dus het is belangrijk dat je die gezond doorbrengt. Young Capital doet al heel veel om dit voor haar medewerkers mogelijk te maken. Het draait hier allemaal om een happy, healthy en committed crew. Nou ja, zo noemen ze dat hier zelf. Uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal vanuit jezelf komen. En daar kom ik ze vandaag hier een handje bij helpen. Veel mensen zitten dagelijks 8 uur lang in een onnatuurlijke houding. En na 40 jaar keihard werken gaat je lichaam dat natuurlijk niet leuk vinden. Daarom is het belangrijk dat je goed achter je bureau zit. Hier gaat al mis. Dat ziet een blinde nog. Hop, naar achter, omhoog, rug tegen de stoel aan. Aanschuiven, goed zo. Erop zitten, ja. Rug recht, schouders omhoog. Een mens kan zich gemiddeld ongeveer maar 3 kwartier echt concentreren. Daarom is het heel belangrijk dat je af en toe beweegt om je koppie leeg te maken. Dat kan natuurlijk door heel simpel even door het kantoor heen te lopen. Maar ook door in plaats van de lift de trap te pakken. Grote schoonmaak. Koffiezetapparaat staat op de eerste verdieping. Maar je wil je medewerkers natuurlijk wel gemotiveerd houden. Dus wat doen we dan? Dan zetten we hem op de 5e verdieping. Maar van achter je bureau zijn natuurlijk ook genoeg oefeningen te doen om in beweging te blijven. Oh. Hou deze vorm. Blijf je buikspieren aanspannen. Probeer niet te lachen. Kan diep recht, rug recht. Buikspieren aanspannen, rug recht en we gaan terug. Naast een goede houding en voldoende beweging is natuurlijk ook je voeding uiterst belangrijk. Vermijd die vetten en vermijd die suikers, hoe graag je het ook wil en hoe goed het ook voelt. Eigenlijk zijn mensen hier heel erg goed bezig. Ik hoef ze nergens op te wijzen. Chips, dat kan tegenwoordig niet meer, hè? Snacken doen we namelijk gezond. Ja, dat is weer even wat anders, hè? Nou, dankjewel. Lekker, hè? Ja. Eet smakelijk. Op zoek naar de frisdrankautomaten, want frisdrankautomaten kunnen echt niet meer, die suikerbommen. Och, dus geen frisdrankautomaat. Helaas. Jammer. Geen frisdrankautomaat? Nee. Nee? Nee. Nee, geen frisdrankautomaat. Suikers, iedereen weet dat ze slecht zijn, toch? Prima. Op kantoor wordt natuurlijk verschrikkelijk veel koffie gedronken. Ik adviseer persoonlijk maar 3 à 4 bakken per dag te drinken en natuurlijk gehydrateerd te blijven door genoeg water te blijven drinken. En de conclusie is dan natuurlijk, blijf gezond eten. Ook als je snackt, pak bijvoorbeeld een appeltje. Zorg voor een goede houding, want een onnatuurlijke houding is zo 2013. Maar het allerbelangrijkste is, blijf bewegen. Pak de trap in plaats van de lift. Zoals je ziet zijn de Young Capital medewerkers al aardig office fit. Maar ik kan begrijpen na het zien van dit filmpje dat jij ook office fit wil worden op jouw kantoor. Dat kan natuurlijk. Check even de link hieronder, want dat is de Young Capital blog en daar staan nog heel wat tips van mij. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ciao.